Hallo iedereen, om te beginnen, vrolijk kerstmis. Vandaag is het 24 december en ik ben onderweg met mijn nieuwe fleur, met mijn nieuwe camper, maiden trip. En voor 3 dagen. Ik zit in de sneeuw, uiteraard, ik woon in Finland en we hebben hier gewoon sneeuw. Het is niet zo koud, niet meer als dat voorheen was, want we hadden min 22 en nu is het min 2. En dat op één dag. Dat is niet gezond, denk ik, maar oké, het is aangenamer met min 2 in de camper dan met min 22. Want ja, dan moet je een hele dag de verwarming aan hebben, hè? En dan vliegt die gas er nogal eens door. Dus ik heb mijn nagellak, een beetje assortie gedaan aan de kerst. En hier heb ik mijn kerstman. Ik heb nog veel meer kerstversieringen. Zo, dus dat ga ik zelfs wel even laten zien. En, maar ja, goed, wat heb je dan in deze video allemaal gezien? Ik neem jullie mee op mijn trip. En ik kan ik buiten ook wat filmen. En uiteraard binnen kan ik dan nog een beetje gezelliger maken, zo biedt. Deze plaats waar ik ben is Ontola. Nu, als je mijn vorige video hebt gezien van Ontola, die kun je hierboven ergens zien, als je daarop klikt. Ik ben hier geweest in het najaar, dus op het einde van de zomer, hier in Ontola, op dezelfde plek. De titel van die video is Schijfjes gooien in Ontola. En nu ben ik dus ja, terug hier en dat is precies een heel andere plek, maar het is dezelfde plek, maar het is zo anders dat er een meter sneeuw ligt, meer dan een meter zelfs. Ja, toen kwamen mensen naar hier om te wandelen, om te fietsen, om schijfjes te gooien. En nu komen ze naar hier om te skiën, te sleeën, ook te wandelen natuurlijk. En ja, het landschap het is helemaal anders. Maar ik denk dat ik genoeg gebabbeld heb. Hè. Ik kan jullie gewoon meenemen op mijn kerstweekend. Nog even wat boodschappen gedaan bij de Tokmanni. En hier sta ik geparkeerd. Hier dus. En ik ben ook nog even bij de Rusta. Daar is een andere parking. Daar, de Rusta. Dus ik ben voorzien van eten en drinken voor mijn kerstweekend. Goedemorgen. Ik zit aan de koffie. Ja, ik had al een beetje in mijn kommetje gedaan en dan nog wat verder doorgegoten. Old-fashioned way om koffie te maken, maar het is en blijft toch de lekkerste koffie als je hem zo maakt. Kijk, dat is zo breed. En hier heb je dan de langlauf sporen die ze gemaakt hebben voor ja, rechts te gaan. En dan hier heb je de langlauf sporen voor ja, aan de andere kant te gaan, dus je hindert elkaar nooit. Je houdt gewoon rechts aan
Blij dat je met een auto zou rijden. Ik ga eens even een beetje verder wandelen, want ik weet dat hier een grote open vlakte komt. En ja, echt heel, heel mooi met zo wat toestelletjes. Ja, voor wat fitness te doen in het bos. Maar ja, blijkbaar niet in de winter natuurlijk. Maar ik zie dat ze daar ook nog ja, speciale bordjes voor de winter hebben gezet. Hier ligt ja, takken, bomen die ja, omgevallen zijn of omgehakt zijn, ik weet het niet, onder de sneeuw. En daar heb je dan die, die toestelletjes die allemaal in hout zijn gemaakt. Ik denk dat je dat in mijn vorige video ook nog ziet. Maar ja, dan in de zomer. Hè, dus, dat ziet er helemaal anders uit. Ah, hier zijn we bij de bordjes. Hè. Ik ga eens kijken. Wat kun je hier allemaal doen? Of wat mag je hier allemaal doen? Oké, dus langlaufen, skiën. En fietsen, wandelen en met een hondje. Dat zijn dus gewoon palen dat ze in de sneeuw zitten. Ja, dat blijft toch staan. Er ligt toch genoeg sneeuw. En dat zijn echt zo, ja, voor de winter. En hier zijn die, die toestelletjes voor een beetje, ja, wat zou ik zeggen, primitieve fitness te doen. Het is heel simpel, maar ja, je ziet dat in de winter wordt er geen gebruik van gemaakt. Want er lopen geen voetstappen naartoe. Alhoewel, hier wel, kijk. Hier is het spoor van het skiën en hier heeft echt wel iemand gelopen. Dus je kunt dat heel goed zien. Hè. Maar kijk eens hoe diep dat die voetsporen in de sneeuw gaan. En dit is het bos. Ja, hier is ook nog een, ik denk is het een wandelroute, want ja, wel, ik zal eens kijken of ik langs hier kan teruggaan. Maar dit lijkt meer echt wandelroute. En dat je daar dan het skigebied, al ja, het skigebied, de skiroute hebt. Want hier zie ik dus echt wel ja, allemaal voetstappen in de sneeuw. En waarschijnlijk ook met een slee, voor zover ik kan zien. Deze paaltjes die daar de wandelingen aan, dus je kunt de groene of de blauwe volgen. Maar ik denk niet dat dat iets is voor in de winter. Want er is, ja, zo wat hoofdpaadjes zijn vrijgemaakt waar je kunt wandelen. Maar ik denk als je verder gaat, ja, dat daar niks is vrijgemaakt, denk ik. Nu, ik ga niet zo ver. Maar ja, hier kan ik dus inderdaad goed wandelen. En dan kom ik zelfs terug bij de plek waar dat Fleurke staat. Kijk. Daar heb je dat grasveld weer met dat, ja, dat kotteke. Maar ik heb hier vorige keer, als ik hier was, heb ik nog gefietst hier. Ik had mijn fiets mee en ik heb best nog ver gefietst. Kijk, hier op de boom staan ook nog een groene bol en een blauwe bol. En vandaar kom ik. Ja, ik zie veel van video's van mensen die kamperen. En wat zie ik allemaal? Ja, overwinteren in Spanje. Ja, dat is een beetje klassiek, denk ik. Dan denk ik van ja, daar zit je altijd in de zon. Maar ja... Ik heb dat ook een keer gedaan. Allee, twee keren ben ik naar Portugal gegaan in de winter. Maar zo na, ja, na twee maanden, dan wilde ik terug naar Finland gaan, want ik miste de sneeuw. Het is geen winter zonder sneeuw. Toch geen, ja, allee, ja, geen wintergevoel. Geen echte winter. Hier is ook nog ja, gelopen, maar... Ja, ik denk meer ook met de slee, maar niet echt de, of moet ik het zeggen, officiële sleetochten. Maar daar staat een nummertje
in een boom kan zien dat ik er kan komen. Even goed zien waar ik stap, want je zakt hier wel serieus diep in de sneeuw. Ik was aan het denken, heeft iets met geocaching te maken? Dus toch wel G2, B2 en dan een pijltje. Nee, het is niks van een geocache. Nee. Dat zou ik al denken als ik zoiets zie in het bos. Oh, een geocache. Maar dat is dus niet. Nou, al de geocaches hier in de buurt heb ik al gedaan. Ook een beetje verder weg met de fiets. Heb ik die geocaches gedaan? Ja. Er valt voor mij nu niks in met de geocache. En als ik daar, kijk, daar zie je die bomen en daar is ergens dan zodat je naar het meer kunt. Maar er is ook niks waar je nu kunt lopen, want je zat een meter in de sneeuw. Ja, en dat zie ik niet echt zitten. Maar ja, feit is wel dat dat mooi is hier. En nu ga ik mijn Fins taartje, of hoe dat zo ik ze eigenlijk noemt, ik weet het niet in het Nederlands, maar het is een Jolotorto in het Fins. En dat zijn koekjes of taartjes eigenlijk, dat ze dus echt alleen met kerstmis eten. Dus ik kan ervan genieten. Lekker. Heel lekker.